Goeiemôre en welkom bij een splinternieuwe dag. So lekker om een pinkamp aan te hebben, want die woord van vandaag is hartsake. Nou, hartsake is baie persoonlijk. Die woord van die Heere sê, bewaak jou hart, want uit die hart is die oorsprong van jou leven. Die hartseer is, ons word beroof van ons hart. Ons verloor hart dier leven, want die realiteiten van die leven kom steel ons hoop en kom steel ons geloof. Nou, ek wil julle as gesin uitdaag om weer terug te komen bij julle hart en julle harte te begin deel, want soos wat jou hart deel, begin jy weer vind as daar substance, daar is iets binnen. Nou, die manier waarop ons mekaar in ons huis, ons harte met mekaar deel, is ons het een ooreenkomst gemaakt en gesê, elkeen moet elke dag een kort gediggie gaan skryf, 4 reeltjies, 2 reeltjies, somtijds sommer net 'n sinnetjie, om dit wat jy ervaar die dag in woorde om te sit. En morgenochtend deel ons het met elkaar. Wanneer jullie dit doen, zal je dit ervaren als onbeschrijfelijk wonderlijk. Geniet het.